We all get a brief window of opportunity on this planet. And while you're catching up on sleep this morning, consider this. There's a snail out there, right now, risking everything to cross the largest desert of a sidewalk it's ever seen. Why? Because it beats hiding in its shell at home. Or maybe it was inspired by every snail that ever successfully reached the other side. I don't know. I'm not really sure what motivates a mollusk. But I do know this. No snail has any idea what's on the other side of that sidewalk. All they know is that they have a shell that can be cracked. And maybe not the best reaction time in the animal kingdom. But still they go. On the off chance they might actually connect with something greater than themselves. Maybe become one of those snails that inspires another snail. Now you may say this is dumb. Snails don't surf. Well, neither did any of us. Until we did. Essen. Oh, je geeft meteen een lastige vraag die je niet kan beantwoorden aan Jelle. Okay. Beste Gamekings van Randy Essen, nogmaals. Leuk dat je er bent trouwens. Ja, ik vind het ook leuk om er te zijn. Ik zit al een poosje met een vraag in mijn hoofd die ik graag aan jullie wil stellen. Komt er nog eens een geremasterde versie van Mario 64 voor onder andere de Wii U? Ik speelde dit helemaal kapot op jonge leeftijd en zou dit wel weer eens willen herbeleven, maar dan in HD. Groeten Randy Essen. Nee. Zo, nu ben jij. Volgende vraag van Nick Knoppel. Weet je dat heel zeker? Nee. Maar ik denk je echt serieus, je geeft je bek gewoon maar een draai. Je geeft je bek gewoon maar een draai. Ja. Wat is dat? Afgelopen vrijdag is er dus een Mario 64 aangekondigd. Ja, echt? Nee. Nee. Die Dennis. Die kerstman bedoel ik. Ja, dat pak dat doet iets magisch met jou, Dennis. Ja. Dat maakt ze opeens grappig. Een partijtje bij de hand en grappig ineens. Ja. Oh, misschien kan je ook ineens acteren nu. Dat zou zomaar kunnen. Nee, hetzelfde niveau. Oké, deze komt van Nick Knoppel. Beste Gamekings, ik vroeg me af of er nog nieuws is. Heb je zo'n last van je knoppel? Het is een beetje uitslag op mijn knoppel. Okay. Pak ze warm, man. Gadverdamme. Ik vroeg me af of er nog nieuws is over Mafia 3, wat het vervolg moet worden van mijn favoriete game aller tijden, Mafia 2. Ik heb er een tijd niets meer over gehoord of gezien. En dan zo'n sad face. Keep it the good items up. Keep it the good items up. Goed, Nick. Ik heb er nog weinig volle over. Vraag. Maar is er überhaupt iets over? Hij is in ontwikkeling. Hij is in ontwikkeling, ja. Is hij aangekondigd ook? Ja. Nou, niet heel erg officieel. Maar ze hebben aangegeven, wij zijn nieuwe Mafia maken, Next Gen. Dus dan weet je al dat het Mafia 3 is natuurlijk. Ja, of Mafia 4, punt, whatever the fuck. 5. Nou, niet 4 of 5, maar Mafia punt, dubbele punt, whatever the fuck. Of de nieuwe Mafia. Waar zou die Mafia moeten afspelen? Gewoon in Amerika ook weer? Alles hoort altijd in Chicago, toch? Ik hou gewoon van die mafia setting in de begin 20e eeuw. Ja, ik ook heel erg zelf. Zou er niet gewoon eentje in Italië? Een beetje Sicilië. Maar dan niet alleen. Maar allebei. Met de Godfather 2. Godfather 2 was gewoon en in Amerika en in Italië. Ik denk niet dat ze met één stadje gaan komen. Dat zou gek zijn. Dat was trouwens ook wel in Mafia 2. Toen zaten ook delen in dat er in Italië gevochten werd en zo. Ja, Tweede Wereldoorlog zat erin. Dat begon de game. Het begin van de game was dat. Ja, oké. Ja, precies. Maar dat was inderdaad toen je nog geen mafioso was. Nee, toen was je nog gewoon guy. Toen was je een jonge Al Pacino, zeg maar, inderdaad. Of wie was het? Ja, die zat er nou in dienst. Ja, Al Pacino. Ja, precies. Al Pacino. Tenminste, de character die speelt. Ja, precies. Ja, cool. Dus we weten er voor de rest nog niks van. Maar hij wordt vergeten. Nee, maar ik verwacht wel echt deze E3... Ja? Meer info over. Ja. Maar hij komt pas in 2015 denk ik. Weet ik niet. Nou, we zijn altijd bezig al. Ja, zijn ze al bezig. Om in de gaten. Ja. Denk je dat hij